Zo, goedemiddag. Recent een fotootje geplaatst op Facebook. Van een nieuw voervijzeltje voor de Prisma voerboot. Eigenlijk maak ik die dingen al jaren universeel voor diverse voerbootjes. En het is eigenlijk niet zozeer in me opgekomen om het ook voor deze boot te doen. Simpelweg omdat er op de boot eigenlijk niet echt ruimte is. Ik had wel al een vijzeltje ervoor gemaakt. Uiteindelijk is het dan toch weer een klant die 26 keer aan me gevraagd heeft van joh, wil je niet zo'n ding op die boot bouwen? Nou, dat heb ik meerdere malen gezegd, joh, je hebt al een vijzel, wat moet je nou ook nog met zo'n rotofiedertje? Maar ja, uiteindelijk ben ik, het hart is week, had ik al geschreven. Daar ben ik al toch overstag gegaan, dus ik heb er wat tijd en energie in gestoken. Maar ook dit wilde ik wel weer in harmonie met het type boot hebben. Want je kan natuurlijk weer allerlei poepelegein links en rechts en van buiten en van binnen erop gaan lopen bouwen. Maar het moet ook voor de klant, of in ieder geval voor de gebruiker, moet het ook lekker makkelijk zijn. En veilig. Want zo'n ding gaat best wel tekeer. En dus het is belangrijk dat het eenvoudig is en in feite een soort van plug and play. Ik ga laten zien hoe het in elkaar steekt. Dit is het bootje van die klant. Die staat hier. Die man die komt uit België overigens. Niet dat het dat uitmaakt. Maar misschien ook wel. Want die hebben dit soort ideeën. Alhoewel ik in Nederland heb ik ook een meneer die dezelfde ideeën heeft. Maar goed, dat tezijde. Bootje. De man heeft de Prisma ooit een keer afgenomen. En ja, wilde toch een stapje verder voor zijn type visserij. Dus hij zegt, Joruut. Hoe kan ik mijn vangkansen vergroten? Nou ja, ik zie joh, dat begint met een stapje voorwaarts in het dieptemetergebruik. Dus we hebben het ding opengehaald en we hebben er een Raymarine Weefish ingebouwd. In tegenstelling, dat ga ik gelijk even meedelen. In tegenstelling tot wat diverse collega's van mij en diverse mensen pretenderen, is de verschillen. Dus, nee, ik moet het anders zeggen. We zijn jaren geleden begonnen met een Raymarine Weefish. Nou, een paar handige jongens die hebben dat ding op een gegeven moment zijn die gaan ombouwen. Dingen in de voerboot geplaatst. En ja, dat was via die wifi-verbinding, mits je dat ombouwen goed voor elkaar kreeg, was dat wel een aantrekkelijk iets. Want ja, je zag natuurlijk veel meer details op de bodem. Uiteindelijk is die Weefish een beetje in de vergetelheid geraakt. En daar is de Pro 4 voor gekomen. En die Pro 4 die heeft in tegenstelling tot die Weefish heeft die een eigen beeldscherm en is dus ook een veel duurder apparaat. En waar ik eigenlijk vond dat die Weefish super geschikt was voor een voerboot, mits je de ruimte had, want het is best wel een aardige kast die je kwijt moet en zo'n grote sensor en een borstkabel. Maar dat ding, dat is in feite is dat eigenlijk wat minder gewenst, omdat iedereen pretendeert dat die Pro 4 beter is. Nou, ik bestrijd dat een beetje. Ik heb daar uiteraard wat onderzoek naar gepleegd, zodat ik niet in de lucht loop te brabbelen. Maar een Pro 4, die doet het in een gewone voerboot, doet hij het zoals die bedoeld is. Dus dat betekent dat je twee beeldschermen hebt, eentje met al die mooie kleurtjes en eentje met dat koper of zilverkleurig achtergrondje. En daar kun je heel veel details op zien. En je kunt ook de hardheid van de bodem min of meer inschalen. Ga zo'n ding dan ombouwen. Bij een Weefish maak je hem open en maak je dat antennesysteem, dat maak je anders. En, maar ja, dan kan hij eigenlijk in de boot. En dan heb je een Raymarine op afstand. En bij die Pro 4 ga je hem ombouwen. Nou, dan begint het al. Ga je de dingen openmaken. Van binnen is je min of meer dezelfde als een Weefish. En wat doen ze dan? Dan gaan ze het hele beeldscherm weggooien. Nou, dat is al zonde van je geld. Dat noem ik kapitaalvernietiging. Met het idee dat dat ding dus beter is. En dat hij dus de hardheid van de bodem zal laten zien. Nou, ga je één geheim verklappen. Het is allemaal gelul in de ruimte. Een Raymarine Pro 4. Die werkt prima. Via de wifi. Beeldscherm gooi je dan weg. In een voerboot. Maar het is niks anders als een Raymarine Weefish. Zij het dat je twee verschillende schermpjes hebt. Nou, als je dat leuk vindt en je hebt er wat aan. Ik heb het in de praktijk getest. Je kijkt eigenlijk 99% naar het koperkleurige schermpje. Want daar zie je gewoon het meest op. En die andere die geeft dus daadwerkelijk niet de hardheid van de bodem. Heb ik dat in ieder geval. Daar gaat het filmpje niet over. Maar ik wilde het toch een keer kwijt. Want ik krijg er zoveel vragen over. En ook wel discussies. Dus bij deze heb ik dat meegedeeld. Nou.
Deze boot zit hier ingebouwd. Ik heb de oude fish finder heb ik eruit gehaald. Even omdraaien. En om dat netjes af te werken, heb ik hier keurig netjes een plaatje in gemaakt. Je ziet het er in ieder geval weer strak en mooi uit. Uiteraard is de binnenkant dichtgemaakt, want er zit nu voor oorsprong een gat in. Dus de sensor zie je niet zitten. Die zit in de boot verwerkt. Dus wat dat betreft heb je aan de buitenkant heb je geen obstakels en geen gemoer uit. Er is een antenne bijgekomen. Nou, de reden dat dat unitje hierop zit, daar zitten oorspronkelijk rubber dopjes. En dat ik hem niet in de boot heb gemaakt. Als je bepaalde dingen zelf maakt, kun je ook weer rekening houden met bepaalde aspecten die vissers erop nahouden. En dat is antennebreuken. Heel veel vissers die breken regelmatig een antenne. Ja, dat unitje wat hierop zit is eigenlijk een soort breekbeveiliging. Op het moment dat je die antenne breekt, dan zal hij wel breken. Maar je breekt in ieder geval niet het ding uit de boot, want dan breekt dat ding wat ik erop gemaakt heb, breekt eruit. Hij doet het gewoon op de voeding van de boot. Afhankelijk van welke soort accu's die je in de boot hebt, maak er dan een voedingsstabilisator tussen of niet. Ligt eraan wat je gebruikt. Maakt in prijstechnisch maakt niet uit. En technisch in zijn algemeenheid maakt het ook niet uit. Dit is het bootantennetje. Zo te zien. Klein bootantennetje. Is 868 MHz. Remarine wifi. 2,4 GHz. Vierde wifi. Dingetje zet je apart aan en uit. Met een... Voor mij is dat te zien. Met een verlichte schakelaar, zodat je niet vergeet om hem uit te zetten. Want ja, als je de accu's aangesloten laat en de fishfinder aanlaat, ja, het gebruikt heel weinig stroom, dus het duurt een eeuwigheid voordat het leeg is. Maar het loopt uiteindelijk wel leeg, dus die zet je met de hand, zet je hem uit. Nou, dus die man heeft een boot, een Prisma, GPS, autopilot, autocruise, alles erop en eraan. Fishfinder vervangen voor een Remarine Wifish. En hij had ook al een vijzel erin laten zitten. Ik weet niet of ik dat ooit heb laten zien, dat zal aanstellen. Beugel eraf. Dan kunnen we gelijk de techniek eventjes bekijken hoe makkelijk dat het eigenlijk is. Uiteraard is de boot van binnen is een redelijke elektronica kast geworden. Maar dat terzijde. Vijzeltje. Dit is niet zijn vijzeltje, want die heb ik niet meegestuurd. Dit is mijn eigen vijzeltje. Dus die kon zo in de boot. Ja, dat past altijd. Nitsje een Prisma heeft natuurlijk. Zit hij er zo in? Hier is de aansluitplug. Ding erin. Nou, dat was in principe was het wel bekend. Dus, nou wil hij dus ook die rotorfier erbij hebben. Ja, en dat moet het ook met elkaar nog werken. Dus we gaan dat ook doen. Dat is eigenlijk ook een mooi plug-and-play systeem geworden. Zelfs in combinatie met de vijzel. Dus die rotorfier kan ook los van de vijzel. Met de vijzel. We hebben het allemaal geïntegreerd. In harmonie. Nou, dat ding zit erin. Alles zit erop en eraan. Dan moet het vijzeltje erop. Dus dan hebben we eigenlijk het handvat. Dat zetten we er weer op. Want dat is eigenlijk het enige wat je even los moet maken. De originele knoppen. Die draai je erin. Aan de voorkant. En dan voordat ik hem erop zit, zie je hier aan de achterkant. Zie je een... Kunnen we het goed zien? Ja, dat kun je wel zien. Er zit een power outlet. Dat is dus niet een laagstroom power outlet, maar dat is een hoogstromige power outlet. Dat vond ik de handigste manier. Dan heb je aan de buitenkant van de boot heb je geen toeters en bellen. We hebben geen aparte regelingen, geen aparte gekkigheid. We hebben het allemaal zo weten te maken dat het allemaal vanaf de zender bedienbaar is. Uiteraard is er ook een mogelijkheid, net als met de vijzel, om hem separaat te bedienen. Maar daar heb ik ook al eerder een filmpje van gemaakt. Daar ga ik ook verder niet over uitweiden nu. Dus er zit een power outlet. Nou, dat is, hier staat spanning op. Op het moment dat dat ding in de boot is aangesloten, staat hier spanning op. Overigens zit er voor de full vijzel wel een apart accu'tje in. En dat heeft puur te maken, ik ben natuurlijk een beetje aan het rekenen gegaan, van hoe hard moet zo'n ding draaien, wat moet zo'n ding doen, wat zijn de mogelijkheden. Nou, met de accu's die origineel in de boot zitten, zou dat niet helemaal goed zijn gegaan. In ieder geval is het een groot risico qua veiligheid en qua schade. Dus dat wilden we niet. We wilden het in balans hebben. Dus hier zit een apart accu'tje voor in de boot. En in dit geval past die makkelijk in het zijkamertje. Want de man heeft al speciale accu's in die boot. Ik moet hem even losmaken.
Is niet meer als dit. Klein accu'tje. Ga de details niet allemaal vertellen, want dan gaan ze weer nalopen naar apen, zoals de helft van de wereld dat toch al doet. Want wat dat betreft zijn ze, mijn collega's, niet altijd even creatief. Het is vooral na apen. Sorry dat ik het zeg. Kip, kapje erop. Allebei erop. Nou, die power outlet, daar is ook een dop voor. Dat is deze. Om het, als je de dingen niet op hebt, dan kan je natuurlijk uiteraard ook, net als die vijzel, kan je daar een rubber dopje in douwen, dat het min of meer waterdicht is. Dat geldt voor dit ding ook. Die douw je daarin, die druk je aan en dan is het voldoende beveiligd. Dus, nou, in dit geval gaan we hem demonstreren. Dus we halen de dop eruit. Die krijg je, als je zo'n ding hebben wil, krijg je die er natuurlijk bij. Nou, we hebben de vijzel unit. Nou, het is 100% weer eigen product van mijn makelaar qua tekenwerk en qua ontwerp en qua noem het maar op. Nou, ik heb er een mooi bakje voor gemaakt. In het eerste stadium had ik dit bakje, daar hebben jullie op de foto wel gezien. Ja, dan was ik qua spreiding, was ik daar, oh, sorry, met mijn gezicht in beeld, anders ziet het er ook niet uit. Was ik minder tevreden over, het werkte wel, maar ik vond het eigenlijk niet zo chic. Daarnaast is dit lastig te balanceren. Wat belangrijk is in een rotorfeeder, dat het hard draait, is om zoveel mogelijk resonantie uit het systeem te halen door het systeem te balanceren. En dat gaat met een rond bakje, gaat het wat lastiger als met een rechthoekbakje. Daarom een rechthoekbakje. Je kunt het ook wel zien, standaard zitten er haakjes in, die gaat ook. En wat schetst je verbazing, hier zitten gewichtjes. Je ziet ook in de binnenkant, daar zitten wat gewichtjes en daar zijn de gaatjes. Dus aan deze kant was hij net iets te licht. Dus zo kun je het ding balanceren. Niet dat hij het niet doet zonder die gewichtjes, maar dan loopt het gewoon minder mooi. Simpel zo. Nou, voor de rest is het een kast met een motor uiteraard erin. En er zit één stekker aan en dat is het. Het kant-en-klaar ding. Je kan het vijzelbakje eraf halen met een zeskantig inbussleuteltje. Nou, ik heb daar natuurlijk een van die mooie gereedschapjes voor. Oh, hier ligt die. Ik kan het wel even laten zien. Ik ben nou toch aan het filmen, dus dan maak ik er maar een keer langer filmpje van. Kijk of hij eraf gaat zo. Zo. Nou, dan heb je de unit. Dikke motoras. Drivedale. En met een inbusje is het dus vast te zetten. Maar klik je erop. Is kogelgelagen de motor. Zowel boven als de onderkant. Ontstoord. Ook belangrijk. En shieldje erop. Belangrijk is dat het één keer in dezelfde tijd dat er wat vet tussen gedaald wordt. Want hier kan natuurlijk vocht in de buurt komen met golven, weet ik het allemaal wat. Maar dat is de bedoeling dat dat in het vet blijft. Anders zou dat lager uiteindelijk zou dat gaan verrotten. En dat willen we niet. Aan de onderkant zitten wat koelsleuven. Want we willen er niet helemaal een vacuümgedeelte van maken. Hier nog een ventilatiegaatje. Nou, hier kan dan een druppeltje water inkomen. Maar aangezien het naar beneden zit, valt het er ook weer uit. En dat geldt eigenlijk ook voor dit gaatje. Het is wel zaak na het vissen dat de unit eraf gehaald wordt, of in ieder geval dat hij in een droge ruimte, dat je hem even laat drogen, zodat eventuele condens of druppeltjes, dat het eruit gaat. Dan gaat het lang mee en dan werkt het niet goed. Nou, dan moet het ding erop. Bakkie doen we dan wel als laatste. Pak je de unit, kabeltje erachter langs. En dat zal je niet verbazen dat hij er zo op past. We hebben een paar aangepaste knoppen gemaakt van roest van staal en wat langer en wat sterker. Want ja, er komt toch weer een hoop kracht op. 1. 2 schroefjes erin. Vast is vast. Zo. Hij steunt op de rubberring aan de onderkant. Dus daar heeft hij nog wat extra steun. Oh, schilfertje. Zo. Nou, dan zit dat ding gemonteerd. En dan kun je die stekker, die krijg je gewoon een stoppertak. Net als je het thuis doet met de vrouw, met de föhn van je vrouw. Dus nou, die kabel loopt eronder door, niks aan de hand. Bakkie erop. Hopla. Dingetje vastzetten. Dat is het handigste. Dat je zo'n stiftdraaiertje hebt. Dat het gewoon in besleuteltje, je kan ook, maar dit is wat handiger. Is niet bij de prijs ingegeven. Voor zij die dat willen weten. Nou ja, die originele knoppen, die kun je natuurlijk gewoon bewaren. En die dop, die bewaar je uiteraard ook. Dat leg je even apart. Nou, dan is het hele spul dat is gemonteerd.
En dan is het bedrijf klaar. Dus ik heb in dat filmpje wat ik nu strak heb gepost, heb ik de dingen op het water al even laten zien hoe die spreidt. Heb ik er wat particles in gegooid. 3/4 vol. Nou, dat ging eigenlijk prima. Een andere plaats op die boot is er eigenlijk niet voor zo'n apparaat. Daarnaast, je moet die motor niet in die voorkant, in de buurt van die voorkant van die boot maken. Wat misschien op zich ook nog een logische plaats had geweest. Want daar zit de kompas en de GPS. En dat wil je niet met die magneten in die motor. Nou, dat hoef ik allemaal niet uit te leggen. Dat werkt gewoon niet. Simpel zo. Ja. Nog een aansteker ook. Goed, dan zit hij erop. Alles is aangesloten. De boot is in principe vaak klaar. Nou, dan komt op een gegeven moment de logica komt boven water drijven. Dat is, je zet de boot aan en je zet de zender aan. Dat gaan we nu doen. Zet de zender aan. Of de boot aan, sorry. Zet de zender aan. Hoppatee. Sorry hoor, ik ben alweer verkouden. Nou, waarschijnlijk die lichtjes. Nou ja, dat geeft op zich niet. Ik kan de lichtjes ook uitzetten trouwens. Ja. Nou, dus alles is paraat. Het beeldscherm, dat ziet er wat anders uit als bij de normale Prisma, aangezien ik het menu hier aangepast heb. De visfinder is uit het beeldscherm vandaan, want er zit geen visfinder meer in. En dat staat zo stom als er een ding in zit wat niet werkt. Dus daar is nu een apart beeldscherm, hè, met je tablet of je telefoon. Overigens is, dat heb ik nog niet verteld, even terug op die Remerien. Door wat andere technieken toe te passen, heb ik het bereik nu ook met een standaard antennetje ruim over de 200 meter weten te krijgen. Met een traploos werkend beeld, geen hakkeltjes, geen dingetjes dus. Ik ben er zelf erg tevreden over, ik ben er erg blij mee dat het allemaal gelukt is. Nou, boot staat aan, systeem staat aan. En hoe ga je er nou mee vissen? Hoe ga je er, tenminste in mijn visie, hè? Want ik bedoel, vissers zijn allemaal stront eigenwijs en ik ook. Dus, maar ik heb een stukje logica losgelaten. Dat is, bij deze Prisma is de linkerbak, dat is de richtbak en de loodbak, want die hoekreleases die gebruik je bij zo'n boot toch niet. Dus daar doe je je rig in, eventueel het voer erbij, noem het maar op. Dat is dus in deze boot, is dat dus de eerst openende bak. Oh, sorry, ik zeg het nu verkeerd. Ik sta in mijn eigen beeld te kijken, dus het is de rechterbak. Waar normaal de linkerbak als eerste open gaat, gaat nu de rechterbak gaat eerst open. Dus je vaart, je bent visstek aan het zoeken, je bent klaar. En nou ja, je gaat dat ding laden. Voer daarin, richt erin, alles erin. Nou, dan moet het ding het water op. Dus dan ga je varen. En dat is bekend, hè. Gas geven, dan raadt hij. GPS-punt, klaar. Line erachteraan, prima. Dan openen als eerste voerbak 1. Dat is in dit geval dus de rechterbak. Dan valt je rig naar beneden en je loodje en eventueel nog wat rommeltjes wat erbij zitten. Nou, die ligt. Daarna open je logischerwijze voerbak 2. Dat is de bak waar de vijzel in zit. Dus dan gaat dat gaatje, of dat klepje is open, dus dan gaat dat gaatje wat in die vijzel zit, dat is dan ook open. Dan valt daar ook meteen al wat voer uit en dan kies je ervoor om de vijzel te starten. De vijzel draait nu. Nou, ik weet niet of het goed te zien is, maar ik verwacht van wel. Je mag ervan aannemen dat hij doet. Je mag van mij aannemen dat hij doet. Oké. Okay. Nou komt het. Want ja, meer knoppen heb ik niet. In ieder geval niet voor vrije functies. Als ik nou die knop weer indruk. Want de vijzel blijft natuurlijk lopen. Die kun je laten lopen zolang dat je wil. Dus als je dat nou aan het doen bent. Dan ben je dus je voer aan het rondvaren. Tenminste, zo denk ik dat ik dat zou doen. Op een gegeven moment kom je dan op de plek. Waar je wil rotofiederen. Want dat is dan wel de truc. Hè? Met die vijzel ben je overal aan het voeren. Op een gegeven moment is die een keer leeg. En dan ga je die vijzel die ga je stoppen. En op het moment dat je de vijzel stopt, start de rotorfeeder en die stopt automatisch. Als volgt. Nog een keer drukken. Nou, vijzel is uit. Rotorfeeder is uit.
systeem is volledig wit. He, alle dingetjes zijn wit. Dus dat betekent dat we dat nu reset 1. Dat zijn de bakken. Die moet je uiteraard nog met de hand dicht doen. En reset 2. Dat is je andere systeempje van je vijzel en van je rotorcyclus. Klik, klik. Nieuw voer erin. Nieuwe lijntjes erin. En je kan weer. Dus alles met één knopje. Of met twee knoppen eigenlijk, je voerbakken. En die andere knop is voor het gebruik van je vijzel en je rotorfeeder. Dus je hoeft nergens over na te denken. Behalve dat de vijzel die loopt een bepaalde tijd en die gaat uit op commando. Nou, zo'n rotorfeeder heeft geen zin om dat een minuut of 10 minuten of een kwartier te laten draaien. Dat is een kwestie van aan, spul eruit, waar jij wil. En die moet automatisch uitgaan. Dat is ook de meest veilige manier. Want er zit best wel wat kracht op. Nou, volgens mij een heel leuk verhaaltje. Ondanks dat ik dit ding eigenlijk oorspronkelijk niet van plan was om te bouwen, vind ik het eigenlijk toch wel leuk. En het is eigenlijk na verwachting, of buiten verwachting, is het ook nog leuk en goed gelukt. Ik had al wat mensen die er interesse in hadden, dus nou ja, jongens, bij deze. Ik heb het redelijk druk, maar de levertijd van 2 weken is haalbaar. Bedankt weer voor de aandacht en tot de volgende ronde. Tot ziens.